Op dit ogenblik beginnen onze programma's complexer en complexer te worden. We hebben recent een app.com-applicatie geschreven waarin er verschillende producten moesten worden ingegeven en de prijs voor die producten moest worden berekend enzovoort. En je merkt dat dat al een beetje ingewikkelder wordt dan gewoon altijd console write lines geven. Nu, om het overzicht van ons programma te bewaren, gaan we even een hulpmiddel introduceren. En dat hulpmiddel is de flowchart. De flowchart is eigenlijk een notatie die je kan gebruiken om processen te modelleren. Dus een flowchart is niet enkel bedoeld voor code, maar het is wel heel handig om aan iemand uit te leggen hoe code werkt. De reden daarvoor is, ik heb al vaker gezegd, code is een stappenplan. Code is een stappenplan, leg je uit welke instructies in welke volgorde moeten plaatsvinden. En een flowchart is eigenlijk een notatie die specifiek gemaakt is voor stappenplannen. Dus je kan flowcharts heel goed gebruiken om uit te leggen hoe code werkt. We zullen vier elementen om de flowchart gebruiken. Ik ga ze hier in een overzichtje zetten. Ik ga eerst de terminal zetten. Dus de terminal, die noteren we zo, als een soort van afgerond vierkant, ja, meer rechthoek. Als een soort van afgeronde rechthoek. Als een terminal. En dan wil eigenlijk zeggen een eindpunt. Dus ofwel het begin van ons proces, ofwel het einde van ons proces. We zullen dan ook vaak start en einde schrijven. Tweede element, en daar ga ik even een andere kleur voor gebruiken. Dat hoeft eigenlijk niet. Dus flowcharts worden normaal niet met kleuren gecodeerd. Maar ik doe het nu zo, omdat je duidelijker het verschil ziet dan nog met de andere vormen. Als ik met de hand teken, is het misschien niet altijd duidelijk, is dit nu een afgerond vierkant, of is het liever een afgerond rechthoek, of is het een gewone rechthoek. Dus ik voeg de kleur toe, zodat ik het zeker kan zien. Dus na deze afgeronde rechthoek hier, hebben we de scherpe rechthoek. Dus met de scherpe hoeken. Wel, ik bedoel met de... Het zijn geen scherpe hoeken, het zijn rechte hoeken, want het is een rechthoek. Maar ja, ze zijn puntig. Dat is wat ik bedoel. Dat is een actie. Of vanuit het oogpunt van het programma, want misschien dat een actie een beetje te breed is, kunnen we beter zeggen een berekening. Dus actie zal meer overeenstemmen met wanneer we een proces buiten de machine modelleren. Berekening is meer de geschikte manier van ernaar te kijken als we het over een programma hebben. Dan de volgende. Daarvoor kies ik rood. Dat is een ruit. En een ruit staat voor een beslissing. Dus er moet eigenlijk gekeken worden of een bepaalde vraag het antwoord ja of nee krijgt. Je kan misschien verkort noteren en dan ook andere antwoorden dan ja en nee schrijven. Maar meestal ga je zo'n ruit zien bij een ja en nee vraag. En dan de laatste die we nog gaan toevoegen. Dat is eentje die je ook iets minder gaat tegenkomen wanneer je flowchart ziet. Maar in computerprogramma's wordt hij wel gebruikt. Dus dat is eigenlijk, de vorm is een parallelogram. Dus dat wil zeggen, die beentjes hier die staan wat schuiner. Dan bij een rechthoek. Dit is invoer-uitvoer. Wordt ook I/O genoemd. En met
betekent dat ons proces, dus onze berekening of ons stappenplan, wat dan ook, dat ons proces nood heeft aan extra informatie, dus dat die moet worden in het proces geplaatst. In een programma zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn dat er ergens een console readline plaatsvindt, en dan hebben we extra informatie nodig voordat we verder kunnen. Of het kan uitgevoerd zijn. Dus dat zou overeenstemmen met een console write-line, dat je proces iets moet laten weten aan de buitenwereld, aan iets dat eigenlijk buiten het proces zelf ligt. Dus dat is de notatie. Laat ons nu even kijken naar een toepassing hiervan. Dus ik kan hier gelijk welk proces mee gaan noteren. Ik heb er al eentje uitgeschreven, het proces van studeren. Dan heb je dat in één keer mee, hoe studeer je? Wel, dus misschien mij het niet zo doet, maar hoe ik het aanraad voor een praktisch vak zoals programmeren. We gaan beginnen door hier onze terminal te zetten, dat doen we altijd. Dus dit is het beginpunt, ik beslis nu, ik ga studeren. Dus ik ga hier start noteren. Zo. Dat is het beginpunt. Oké. Eerst stel ons de vraag, zijn er nog dingen die ik niet begrijp in dit vak? Of beheers ik het perfect? Dus, dat is eigenlijk een ja-nee vraag. Als je het al kent, dan hoef je niet meer te studeren, dat is duidelijk. Dus, er is al een situatie die ons naar het einde gaat leiden. Einde. Dat is een beetje een moeilijk boek voor mijn hand. Dus ik ga hier soms nogal lelijk schrijven. Maar, voilà. Dat is onze terminal hier. We hebben beslissingen in het rood gezet. Dus ik zal hier schrijven. Snap ik alles. Dus ik ga me eruit een beetje rekken, dat ze niet te veel plaats neemt. Zo. De eerste vraag die je moet stellen is, snap ik alles? Want als je alles snapt, dan hoef je niet meer te studeren, dan ben je klaar voor je examen. Als dat zo is, ja, dan weet je eigenlijk dat je klaar bent. Dus, dan gaan we dat zo noteren, een pijl van hier naar einde. En we zetten daarbij wat het antwoord op die vraag is. Dus, ja. Als het antwoord nee is, dan ga ik de volgende stap moeten ondernemen, want dan moet ik duidelijk iets doen. De volgende stap hier, wacht, ik ga misschien deze pijl ook al tekenen, want dat is eigenlijk het eerste dat we doen. Als we beginnen, gaan we die vraag stellen. Als er dus nog iets is dat we niet snappen, dan gaan we eerst de eerste oefening opzoeken waarvan we denken, ik weet niet zeker of ik dit kan. Dus, pijl. En hier ga ik dan een actie zetten. Dus ik moet wisselen van kleur. Hier, ik kies ervoor, zoek de eerste uitdagende oefening. De oefeningen in een bepaalde volgorde, we pikken er de eerste uit die we nog niet kunnen. Dat is het eerste dat we doen. Dan gaan we zeggen, oké, nu geef ik mezelf een zekere hoeveelheid tijd om die oefening te maken. Bijvoorbeeld 20 minuutjes. Dat hangt gewoon af van je studeerproces. Dat moet je voor jezelf uitmaken. Dus ik ga zeggen, zet een timer en probeer de oefening te maken. Dus dat is nog een actie. Ik heb daar geen extra informatie voor nodig. Ik moet daar geen vraag voor stellen. Dus... ik ga schrijven, werk x aantal minuten aan de oefening. Of tot ze klaar is natuurlijk. Dus werk aan de oefening x
15 minuten. Of tot. En ik schrijf gewoon of tot klaar. Oké. Wanneer we dat gedaan hebben, dus ofwel hebben we 20 minuten gewerkt, ofwel hebben we minder dan 20 minuten gewerkt en het is gelukt, dan gaan we onze vraag stellen: is het gelukt of niet? Dus hier volgt weer een vraag waarop we een antwoord moeten geven, dus een beslissing. Als die oefening gelukt is, dan wil dat zeggen, oké, deze oefening kunnen. Dus, dan gaan we eigenlijk terug naar die, misschien was het de laatste oefening. Dus, dan kunnen we zeggen, als het gelukt is, hop, dan gaan we terug naar hier. Voilà. Soms wordt er hier nog een bolletje getekend om te zeggen dat twee pijlen samenkomen, maar ik vind dat niet nodig. Dus, hier gaan we zeggen, het is gelukt. Als het niet gelukt is, dan gaan we vergelijken met de modeloplossing. Zo. Het wordt hier alweer wat moeilijk te schrijven. Vergelijk. Ik ga gewoon vergelijk schrijven en dan weten we dat dat met de modeloplossing is. Vergelijk. En onthoud je fout. En dan niet nog even. Zo. Dat is ook in de rechthoek. Zo. En nadat je dat gedaan hebt. Dus nadat je fouten hebt onthouden, oké, je hebt nog altijd niet bewezen dat je die oefening kent, maar de kans bestaat wel dat je ze volgende keer gaat kunnen. Dus na deze hier gaan we ook in deze situatie komen en gaan eigenlijk deze pijl en deze pijl samengevoegd worden. En op dat ogenblik ga je dus hier terug de vraag stellen, snap ik alles? Dus hier staat er eigenlijk, ja, je had hier daar straks nee kunnen zeggen. Laat ons hier zeggen, niet zeker. Dus op zich, het hoeft niet altijd ja of nee te zijn. Ik heb dat daar misschien een beetje over vereenvoudigd. Maar als je niet zeker bent, dan zoek je de eerste uitdaging in de oefening. Dus dat is terug diezelfde oefening die je dan hebt nagekeken. Dan probeer je dat weer met een timertje. Als het nu gelukt is, oké, dan kan je terug de vraag stellen, snap ik alles? Ik doe dat voor elke oefening. En wanneer je alles kent, dan weet je, ik ken dit vak. Ik ga even een bord afvegen en dan ga ik overgaan naar een volgende demonstratie van een flowchart. Oké, een tweede voorbeeld van een flowchart dat ik zou willen geven is het proces waarbij je naar de winkel gaat. Dat is iets dat we allemaal kennen. Dat is ook iets uit het dagelijkse leven, dus het hoeft niet altijd over programma's te gaan. Manier van studeren ging eigenlijk ook niet over programma's. Maar het is dus ook eigenlijk een soort van stappenplan dat we daarbij volgen. Opnieuw, we gaan starten met onze terminal hier. Dus ik ga schrijven start. En ik ga van boven naar onder werken. Dus ik probeer die hoekjes wel af te ronden, maar gebruik de kleur ook wat als richtlijn, want het is soms moeilijk om maar hier heel duidelijk te maken dat dat een afgeronde hoek is. Oké, dus het eerste dat je gaat doen als je naar de winkel gaat, is je gaat een lijstje maken. Dus dat is een handeling die jij moet ondernemen. Je hebt geen extra informatie nodig, je weet eigenlijk zelf wat dat je in huis moet hebben. Dus we gaan dat als een actie noteren. Maak een lijstje. Zo.
schrijf het er redelijk dichtbij. Gewoon omdat het een iets langer proces is. En ik moet het nog op mijn bord krijgen. Dus, nadat we ons lijstje hebben gemaakt, gaan we onze vraag stellen. Hebben we onze portefeuille op zak? Of niet? Dus, een flowchart kan soms extra gedetailleerd zijn, kan soms minder gedetailleerd zijn. Ik steek dit er nu in als extra detail. Natuurlijk, ik kan niet elke mogelijke situatie altijd in een flowchart plaatsen. Bijvoorbeeld, we gaan ervan uit dat je genoeg geld in je portefeuille hebt. We gaan ervan uit dat er geen storm is buiten en dat je dus effectief in de winkel blijft. Een flowchart moet ook maar zo ver gaan als dat jij moet gaan om er nuttig werk mee te kunnen verrichten. En als ik zeg om er nuttig werk mee te verrichten, wat trouwens misschien dat je dat al weet, maar een flowchart is ook iets dat bijvoorbeeld gegeven wordt aan helpdesk-medewerkers, die moeten daar problemen mee oplossen. Daar staan ook de typische scenario's op. Dus hier gaan we onze vraag stellen, hebben we de portefeuille? Dus ik ga dat zo noteren. Ik ga gewoon portefeuille vraagteken schrijven. Zo. Oké. Dus als we die hebben, dan kunnen we vertrekken. Als we die niet hebben, dan moeten we die eerst zoeken en dan kunnen we daarna pas vertrekken. Dus, ik ga schrijven, ik ga hier naar rechts vertakken, nee. Dus dat wil zeggen we onze portefeuille niet. Dan gaan we die eerst moeten zoeken, dat is een handeling, dat is een actie. Dus, zoek. Als we hem wel hebben, kunnen we meteen verder gaan, misschien ga ik ja schrijven. En na het zoeken, ik ga er ook vanuit dat je hem vindt. Dus als weet je, ik ga de flowchart niet uitbreiden met maar ik vind mijn portefeuille niet. Je zou ze verder kunnen uitbreiden, tot in het oneindige eigenlijk. Maar je wil ook niet te ver afdwalen van wat je eigenlijk aan het modelleren bent. Dus, voilà. In beide gevallen hebben we uiteindelijk onze portefeuille. Dan gaan we vertrekken naar de winkel. Dus die actie is vertrek. Oké. Nu, we zijn in de winkel. Wat gaan we doen? We hebben ons boodschappenlijstje bij. We gaan iets opzoeken op ons boodschappenlijstje. En we leggen dat in elkaar. Dus, we zijn daar. Of vertrek kan je misschien lezen als je gaat naar de winkel. De volgende stap vindt plaats in de winkel. Opnieuw, je kan zeggen, parkeer de auto enzovoort, maar zover gaan we niet. Het is gewoon wat je nodig hebt om uit te leggen wat de stappen zijn. Dus we zijn daar. Neem dan het eerste element op je lijstje. Of neem een willekeurig element op je lijstje. Neem element lijstje, zal ik gewoon zeggen. En dan moet je je de vraag stellen, is mijn lijstje afgewerkt? Want misschien heb je een lijstje met maar één element. Dus, hier, volgt een beslissing. Dus, nog iets nodig. Als dat zo is, dan gaan we terug ons volgend element op ons lijstje moeten zoeken. Dus dan gaan we eigenlijk naar hier. Dus dan komen er weer twee pijlen samen. Als we niks nodig hebben, dan kunnen we naar de kassa gaan. Dus hier wordt het dan groen. Ik ga gewoon kassa schrijven.
we gaan naar de kassa als volgende stap. En nu wachten we eigenlijk tot de kassier ons zegt hoeveel we moeten betalen. Dus ik heb er nog niet gebruik van moeten maken, maar dat is een invoer-uitvoerstap. Omdat wij staan te wachten tot er van buitenaf. Dus dit proces, dat is het proces van de persoon die naar de winkel gaat. Degene die ons zegt hoeveel we moeten betalen, die ligt buiten ons. Dus vandaar dat dat invoer-uitvoer is. Nu, het is wel zo, als je met processen in het echte leven werkt, kan je dit ook wel min of meer vervangen door acties. Processen in het echte leven, daarbij hoeft het niet altijd 100% correct te zijn, daarbij is een flowchart meer ter verduidelijking. Natuurlijk, als je flowchart uitlegt wat code doet, dan moet het wel heel exact zijn. Dus als we het hebben over de schrijfwijze als flowchart van een stukje code, dan zijn we daar strikt op. Hier is het gewoon om te laten zien wat invoer-uitvoer eigenlijk voorstelt. Dus hier gaan we schrijven. Het bedrag. Dus wij krijgen die informatie van iemand die buiten ons eigen proces ligt. Voilà. En dan moeten we nog één ding doen en dat is betalen. Ik heb er niet meer zoveel plaats, dus ik ga even naar rechts werken. Dat mag. Dus betaal. En dan zijn we er. Dus opnieuw, ik heb niet alle details gegeven, betaal. Ik ga ervan uit dat er genoeg geld op je rekening staat of dat je genoeg geld bij hebt. Je kan dat meer in details steken, maar het moet nog nuttig zijn. Oké, dus als je dit hier begrijpt, als je die flowchart notatie begrijpt, ik zal daar ook opgekuiste diagrammen van op het lesmateriaal zetten. Als je die flowchart diagrammen begrijpt, dan ga je veel gemakkelijker al onze code over lussen die we direct gaan zien in de volgende filmpjes, dan ga je die beter begrijpen.